Crisis in Griekenland. Ja, u dacht toch niet dat die al voorbij was? Hè? Die crisis sluimert nog steeds. En binnenkort komt die waarschijnlijk weer tot uitbarsting. Ergens in juli van dit jaar gaan we het weer wekenlang hebben over dat bijna faillissement van de Grieken. Dat is in ieder geval de verwachting van het Internationaal Monetair Fonds. In een via Wikileaks uitgelekt, ja, het lekt vandaag, uitgelekt telefoongesprek speculeren twee hoge IMF'ers hardop. Over een nieuwe crisis deze zomer. Ze lijken er zelfs blij mee te zijn. De Griekse regering, natuurlijk, is woedend. Matthijs, ja, nieuwe crisis. Griekse... Ja, ja een crisis in juli. Waarom in juli? Laten we daar even beginnen. Ja, nou, in juli komt er weer zo'n afbetaling op de Griekse schuld. Dan moeten ze weer een paar miljard ophoesten. Dat geld ligt op zich klaar. He, dat is, Griekenland is gered. Maar ja. moeten ze zich wel houden aan alle voorschriften. En alle afspraken en ze lopen wat achter, met name als het gaat om het hervormen van het pensioensysteem. Daar heeft Tsipras toch juist ja, de tweede gedachte bij. Het komt er een beetje van terug wat hij heeft beloofd. Hij wil het anders oplossen. Dus ja, als hij niet heeft geleverd wat hij heeft beloofd, kan dat geld niet komen. En dan is in juli er gewoon weer zo'n leuke faillissementstoestand. Ja, en blijkbaar ziet het IMF zo'n crisis wel zitten. Waarom? Ja, dat blijkt in elk geval uit dat telefoongesprek wat is uitgelekt. Dat is een telefoongesprek, een conference call binnen het IMF. Uh, Paul Thomson, de IMF-directeur van Europa, zeg maar de baas, die sprak daar met Delia Velculescu. Uit Roemenië, juist dat is de linker en Thompson is de rechter. Zij is zeg maar missiehoofd Griekenland. En die ja, hebben het erover van waarom schiet het nou niet op? Waarom loopt het nou niet? Waarom wil het nou niet? En dan verzucht ze een beetje: We hebben eigenlijk weer een event nodig. Een credit event, zou je daarvoor kunnen lezen. En uh, ja, dat is zo'n moment waarop alles weer misdreigt te gaan. En dan zegt die Thompson in het verleden: deadline. Nou ja, ja. zo'n gevoel van nu ja. moet het. In het verleden is er alleen vooruitgang geweest als de Grieken zonder geld zaten en bijna failliet waren. En dan zegt die dame. Ja right, precies. Nou en de Grieken die hebben daar zijn er heel boos over. Maar het is er ook gewoon zo. Ja, er gebeurt er ook alleen maar wat als, als iedereen ja, met zijn rug ja, tegen de muur geluid. staat. Ja. Hey, het is ook geen onzin. Alleen je hoort dat niet te zeggen, blijkbaar. En de Grieken hebben natuurlijk een flink eergevoel. En die zijn er heel boos over. En die leggen het ook anders uit. Beetje uit context citeren ze het. We hebben een boze brief gestuurd naar het IMF. waarin ze zeggen: van ja, dit is chantage. Jullie zeggen gewoon: we wachten met een oplossing. totdat het weer, weer zo erg is geworden. Mm. dat de Grieken weer met de pootjes omhoog liggen. Ja. En dan doen we het weer. Dus dat is echt gewoon een harde chantage. Ja. Dat is het beeld van. En de, toch de, zijn die Matthijs, die, die, die Grieken die zijn weer boos op het IMF. Ja. Uh, die chanteren inderdaad, je zegt het, uh, de Grieken. En als jullie het niet doen, dan, uh, dan trekken we de stekker eruit. Ja. Maar tegelijkertijd willen die, die IMF, die wil de Grieken nou juist schuldsanering geven. Dus een deel van de schuld ja. uh, niet meer terug Uit, laten. Dat was de laatste vriend die ze nog hadden ja. eigenlijk. Ja, dat is waar. Maar nee, vanuit Noord-Europa bekeken is het IMF en Griekenland. Ja, die zijn de twee partijen die willen graag dat Europa. Mm -hmm. Uh, weer een streep zet door een groot deel van de schuld. Daar ging het in het telefoongesprek ook over. Je kunt ook zeggen dat eigenlijk de chantage, als iemand gechanteerd werd, richting Duitsland was. Want ze hadden het er ook over dat die schuldsanering veel te langzaam gaat. Dat de Duitsers willen wachten tot de Grieken alles geleverd hebben. Dan pas schuldsanering. En je weet het, het IMF kan eigenlijk alleen maar meedoen aan noodplannen. als ze op papier uiteindelijk die schuld, die schuld weer richting houdbaar gaat. Nou, als de Grieken niet leveren met hun bezuinigingen. Dan is er maar één oplossing dat de IMF toch mee mag doen: dat is een lagere schuld. Dan is het toch weer houdbaar geworden. Dus de Grieken en de IMF willen allebei een lagere schuld in Griekenland. Duitsers willen dat niet. Ja. En die event en die crisis. Die was eigenlijk vooral om Merkel, dat zeggen ze ook met zoveel woorden, en Schäuble onder druk te zetten. Uh, Bart, jij, jij hebt dit dossier heel lang gevolgd. Uh, Schuld uh, Wat vindt de eurogroepvoorzitter voorzitter Dijsselbloem daarvan? Ja, ik heb even met de woordvoerder van Dijsselbloem nog gebeld. Uh, ze waren net onderweg naar Berlijn, naar uh, grote vriend uh, Schäuble, de minister van Financiën van Duitsland. Nou, in principe is het verhaal natuurlijk altijd geweest: als de Grieken gewoon hun huiswerk doen. Dus dan uh, al die bezuinigingen doorvoeren, die pensioenen uh, aanpakken. Dan zou daarna aan het einde een worst voorgehangen worden: van jullie hebben je huiswerk gedaan. Oké, okay, dan krijgen jullie als beloning gaat de rente omlaag, of mogen jullie langer met die uh, leningen doen? Ja, dat is altijd de volgorde geweest. Dus eerst huiswerk doen, dan de beloning. Ja, en nu loopt dat weer een beetje door elkaar heen. En is Schäuble eigenlijk de, de badkop die zegt: van nee, dit hebben we afgesproken: eerst streng je huiswerk. Dan de beloning. En Dijsselbloem is inmiddels al een beetje. die wil toch die Grieken wel die worst echt voor laten houden. Dus uh, het is daar echt bad kop, uh, good kop op dit moment. Ja. Maar ja, er wordt weer hard ja, om ja, zoals vorig jaar. Uh, hoe loopt het af? Nou, de ruzie duurt er even door. Lagarde heeft nu weer een boze brief gestuurd aan Tsipras. Ook openbaar gemaakt. En het is echt wel een opmerkelijke. ondiplomatieke brief eigenlijk. waar is hem wel de oren vast uh, Nou, dan loopt het weer even met een sisser af waarschijnlijk. En dan schrijven we allemaal nu in onze agenda. Nog steeds in juli. Hebben we weer lekker. Mag jij weer naar Athene? Lekker weer uh, ja. zo'n maandje. Griekenland. Maar dat is ja. grappig. Je ziet allemaal journalisten nu al Twitter. Oh nee, daar gaat me zo op vakantie. Oh, ja. ja, je kunt lekker eten Iedereen meteen. Ik heb er veel zin in. Ne? Als je van Griekse eten houdt. Dit was.